mij betreft. En wat gemeente betreft morgen, als dat geld over is. Nou, ik ben blij dat het over is, want 9 van 10 keer als je een weg aan gaat leggen, dan heb je geld tekort. Nou, hartstikke mooi dat de provincie 10 miljoen over hebt. Ik zou zeggen, ga die tekeningen, die leggen niet meer in de la. Ik zal wel in de la leggen, hopen, maar ik hoop wel dat ze klaar zijn. Dus ga aan de gang, maak die doorsteek. Iedereen weet het, de provincie heeft al vanaf Wieringenwerf tot aan het Wagenpad vernieuwd. Helemaal. Nou, dat was ook dik nodig. He? En nou dat lessenstukje, dat gaat toch alsjeblieft niet 4-5 jaar duren. He? Want op de douche die zitten mee, medeblikken, allemaal zitten we ermee. Hier hebben we de parallelweg. Hier hebben we de rotonde. Daar is grond. En daar moeten ze heen. En niet meer door op de douche en Twisk en al die omgeving. Want het wordt veel te groot. Actie ondernemen, zo snel mogelijk. En ik hoop dat het college heel gauw de vragen van gemeentebelangen gaat beantwoorden. En zelf actie ondernemen bij de provincie. Keihard aan die bel trekken en niet van wanneer gaat het gebeuren. Het gaat gebeuren zo snel mogelijk.